Bij het persmoment van dinsdagavond benadrukt de premier Rutte dat ons gedrag heel belangrijk is. Als we ons maar houden aan de maatregelen, dan krijgen we het virus vanzelf onder controle. De belangrijkste knop waaraan we kunnen draaien om het virus eronder te krijgen, is en blijft ons eigen gedrag. De naleving van de regels dus. En het is goed nog eens te benadrukken dat we daar vanuit het kabinet aan blijven werken. Want naleving werkt positief in alle denkbare scenario's. Geloof jij dat dit inderdaad de sleutel tot succes is, Maurice? Was het maar waar. Helaas wordt in Nederland nog steeds niet onderkend dat er ook andere wegen zijn om besmet te raken. Dat heeft Rob Jetten ondervonden toen hij vorige week besmet raakte. Hij zegt er zelf van, ik had met iemand een afspraak en we zijn keurig op anderhalve meter afstand gebleven. Hij heeft zich aan alle maatregelen gehouden en toch ging het mis. Dat komt overeen met de verhalen die ik lees in mails die ik krijg van mensen die besmet zijn geraakt en bezweren dat ze zich aan alle maatregelen hebben gehouden. Juist omdat we nu in een spannende periode zitten en de besmettingen omlaag moeten, omdat we anders in een lockdown raken, is het zo belangrijk dat we beseffen dat er een gevaar is als we in binnenruimtes zijn en het virus zweeft in de lucht. In de zomer maakte Nieuwsuur daar een interessante animatie over. Aerosolen zijn hele kleine druppels die lang in de lucht kunnen blijven zweven. Bijvoorbeeld wolken of mist. Als iemand hoest of niest, komen grote druppels vrij die snel op de grond vallen. Vandaar de anderhalve meter maatregel. Maar voor aerosolen geldt dit niet. De kleinere, lichtere druppels, de aerosolen, blijven veel langer in de lucht hangen. Bijvoorbeeld in je stamkroeg, je sportschool of op je werkplek. Hoe meer mensen in dezelfde ruimte. Meer aerosolen in de lucht. Volgens experts is goede ventilatie dé manier om aerosolen snel te laten verdwijnen. Zodra er verse lucht in de ruimte wordt geblazen, worden de aerosolen uit elkaar gedreven. En omdat we er in Nederland niet regelmatig op worden gewezen dat dit gevaar bestaat, zullen er besmettingen op die weg blijven gebeuren. Ja, de maatregelen die genomen zijn, zullen ervoor zorgen dat dat soort situaties zullen verminderen. Maar ze blijven bestaan, en het gevaar dat een virus in de lucht zweeft mensen besmet in ruimtes, zal blijven bestaan als we er niet goed op letten. Hierbij denk ik vooral aan scholen. Want hoewel leerlingen, als ze besmet raken, er doorgaans niet echt ziek van worden, kunnen ze wel ouders en grootouders besmetten. En als die niet beseffen dat die besmetting ook door de lucht kan plaatsvinden, dan houden we hoge cijfers. Dus, zolang premier Rutte en het RVM niet nadrukkelijk benoemen dat het virus zich ook door de lucht kan verspreiden, zullen de cijfers in Nederland niet sterk naar beneden gaan. En dat is noodzakelijk om te voorkomen dat we weer in een noodlottige lockdown belanden. Ga naar maurice.nl om nooit het laatste coronanieuws te missen.